Fijn dat jullie te zijn. We gaan beginnen. Dames en heren, we gaan beginnen. Welkom allemaal. En mooi dat jullie te zijn met het prachtige uitzicht hier voor ons. We gaan het hebben over de toekomst vandaag. Die toekomst van dit gebied, van water. En jullie toekomst, maar vooral eigenlijk ook de toekomst van jullie kinderen. We moeten wat verder vooruit kijken. Dat gaan we vanavond doen. Want er is wel het een en ander aan de hand. Het klimaat verandert. En ik denk dat we dat we het allemaal merken. Zomers worden warmer. Het is langer warm. Het regent ook harder af en toe. En het regent ook langer niet. Het zijn ook langere droge perioden. Nou, daar moeten we mee aan de slag met elkaar. Nou, het fijne is dat hoeft ook niet per se morgen en overmorgen. We hebben de tijd om daar iets aan te doen. En er gebeurt ook al heel veel. Maar over die toekomst gaan we het hebben vanavond. Mijn naam is Jeroen van Herk. En dit is Matthijs Willemsen. Wij begeleiden jullie door de avond heen. Heel simpel gezegd is dat het eerste uur zitten we hier. Vertellen wij even waar we staan nu. En zijn er een aantal pitches uit het gebied. Het tweede uur zitten we aan tafels verdeeld en gaan we over verschillende onderwerpen doorpraten. Wij hebben als bureau de opdracht van het gebiedsoverleg van de gehele Zuidwestelijke Delta. We hebben de opdracht om een gebiedsagenda te ontwikkelen voor 2050. En daarbij kijken we naar het jaar 2100, echt wat verder weg. En daarna kijken we naar 2050, wat moet er dan gebeuren. En het gebiedsoverleg... Die wil graag zeg maar, dat beeld van de toekomst ontwikkelen om te anticiperen op die toekomst. We zijn al een tijdje onderweg. Afgelopen jaar hebben we 4 ateliers gehad voor de Zuidwestelijke Delta als geheel. Daar zijn een aantal mensen van jullie waren daar ook.
En de resultaten daarvan, die zijn het afgelopen gebiedsoverleg in november besproken. En er zitten een aantal lijnen voor de toekomst in, die we zo zullen toelichten. En daar heeft het gebiedsoverleg van gezegd, nou, dit is interessant, hartstikke mooi. En dit is een goed vertrekpunt om het gesprek nader aan te gaan. Dus ga vooral het gesprek met het gebied verder aan, is toen besloten. En dat zijn we nu aan het doen. Dus nu organiseren we 6 bijeenkomsten in het gebied, door heel de Zuidwestelijke Delta, Zeeland, westelijk deel van Noord-Brabant, zuidelijk deel van Zuid-Holland. En we horen graag van jullie hoe jullie naar de toekomst kijken. Waar je kansen ziet, waar je zorgen liggen, wat je van die lijnen, die ontwikkellijnen, die handelingsperspectieven van de toekomst vindt. Daar is deze avond voor. Kom er maar mee. We horen het graag. Als je niks vindt, is het ook goed. Dus het is een vrije, open avond. Als je denkt, ja, dit perspectief, ik zie er niks in, ik kan er niks mee, dat mag. Dus laat je horen, zou ik zeggen. Even. Dit is het programma. Wij nemen je dus even mee, dat doet Matthijs zo meteen, wat de gebiedsagenda is en waar we nu staan, zeg maar, die resultanten van vorig jaar. Daarna hebben we 3 pitches en daarna in de tweede uur gaan we in werksessies uit elkaar. Dus daar zouden we zo meteen mee beginnen. Rest mij nog 1 ding. We zitten met corona, dat weten we allemaal. Volgens mij zijn we er allemaal bij gebaat dat we gezond blijven en goed. Dus de vraag is aan iedereen van, hey, hou een beetje afstand. Als we naar andere groepen toe moeten, doe dat een beetje ordentelijk en in, hè, ik zeg het maar simpel, in ganzenpas achter elkaar aan. Dus laat een goede avond hebben, maar ook niet te gezellig. Zoiets. En daarmee wil ik Peter Hoek graag even vragen om nog even wat welkomstwoorden te zeggen van de gemeente Tholen. Ja, dankjewel Jeroen. Beste mensen, van harte welkom. Ik ben, in mijn naam is al verteld, Peter Hoek, wethouder van de gemeente Tholen. Het klimaat verandert en Zeeland verandert mee. Dat is eigenlijk het slogan wat het kernteam Klimaatadaptatie in Zeeland heeft gekozen. Om met elkaar na te denken over die gevolgen van klimaatverandering. En met elkaar ook te doen denken, wat betekent dat voor ons? Hoe gaan we daarmee om? Hoe bepaalt dat onze bestuurlijke agenda, maar ook vooral hoe bepaalt dat de agenda van onze burgers de komende tijd? Het komt wel leuk om die slogan toch even te noemen hier. Ik ben ook zelf lid van het kernteam Klimaatadaptatie voor het thema droogte. Nou, wat je ziet, en Jeroen gaf het al een beetje aan, op een aantal onderwerpen, droogte, hitte, maar ook het waterbeheer, waterveiligheid, is het nodig om te kijken van wat gebeurt er eigenlijk om ons heen? Wat zien we gebeuren? Die buien, die periodes van droogte. Nou, ik woon zelf hier tegenover op Flipland, in het buitengebied. En geweldig, fruitboom in de tuin. Ja, dat hoort erbij natuurlijk, hoogstaan. Nou, ik hoef al een paar jaar mijn vraagstuk van hoe ik nou boven die peren of appels moet plukken, hoef ik niet op te lossen. Want vorig jaar zijn ze eruit gehageld. En dit jaar is het de combinatie van de droogte en een zomerstorm, vorige week. En dat zijn toch dingen die ik in de 8 voorgaande jaren niet tegenkwam. Nou is dat een heel klein micro-benadering. Het gaat maar over een paar jaar. Ook als we kijken naar de landbouw. Een aantal droge zomers op een rij. Maar toch zie je ook op grotere schaal dat er dingen aan het gebeuren zijn. Nou, het is goed dat we inderdaad bewust zijn. Dat we erover nadenken. En dat we proberen te doorgronden wat dat voor ons betekent. Hoe we daarmee kunnen omgaan. Als ik ook met agrariërs praat in het gebied. We hebben regelmatig contact met de ZLTO, maar ook gewoon met mijn buren, om het zo maar even te zeggen. Het gaat over dit onderwerp, het gaat over die droogte. De zoetwaterbeschikbaarheid is voor dit gebied van essentieel belang. En niet alleen voor de boeren, ook voor de natuur. Want je ziet ook de impact van droogte op flora en fauna. Nou, belangrijke onderwerpen, als je kijkt naar de toevoer van zoetwater, de strategie die erachter zit. De volgorde waarin het water doorgegeven wordt naar dit gebied. Belangrijke thema's. Laten we daar samen over nadenken. Klimaatbestendige toekomst.
ja, hoe maakbaar is het? Of is het dat wij ons voortdurend zullen moeten aanpassen en moeten reageren op, maar ook een stukje verantwoordelijkheid daarin nemen? Wat kunnen we zelf doen? Wat gebeurt er autonoom om ons heen? En hoe past het in elkaar? Fijn dat we hier kunnen zijn, midden in het grensgebied tussen Tolen en Schouwen-Duiveland. Op het randje om naar Zuid-Holland en Brabant. Dat zal ik het nog even noemen, want ook West-Brabantse Wal is gewoon onderdeel van die zuidwestelijke delta. En op de schaal van dit gebied spelen deze vraagstukken en zullen we er samen over kunnen en moeten nadenken. Fijn dat u er bent. U vertegenwoordigt dit gebied, u werkt erin, u woont erin. U heeft er een, ja, het zij een economisch of gewoon een belang als burger. Dus goed dat we hier met elkaar in dit gezelschap deze discussie kunnen voeren. En dat het gefaciliteerd wordt vanuit het bureau, dat is natuurlijk fantastisch. Het is ook een kans voor u om de grote lijnen, de landelijke beleidsbepaling te beïnvloeden. Nou, fijn dat u daar gebruik van maakt. Ik denk dat ik hiermee voldoende heb gezegd en dat we aan de slag moeten. Dankjewel, Peter. Hartstikke mooi. Dan gaan wij eerst door het verhaal heen waar we nu staan, zeg maar. Matthijs, mag ik jou het woord geven? We beginnen altijd met dit beeld. Het beeld van een willekeurige site waarin te zien is dat, ik geloof dat het van vorig jaar was. Hete periodes volgen zich meer en meer op de afgelopen jaren. Ook dit jaar hebben we weer een periode gehad, nog nooit zo lang, van extreme hitte. Geeft aan dat het klimaat aan het veranderen is. Het is ook natter geworden. We hebben periodes van grotere natheid gehad. Het regent harder in kortere periodes. En de zeespiegel gaat stijgen. Nou, dat gaat vraagstukken met zich meebrengen. Op voor de korte termijn zit een plaatje links onderin. Zeeuwse boeren denken aan stoppen met fruit- en uienteelt vanwege het zoetwatertekort. Stond op de site van de NS. Nou, of het zo'n vaart zal lopen, dat vraag ik me af. Maar het geeft wel aan dat er nagedacht wordt over deze problematiek. Ook op een hele concrete manier. Allerlei ontwikkelingen en trends gaan zich doorzetten en daar moeten we op reageren. En dat werd net ook al gezegd, dat is nu al urgent, dat wordt ook urgenter de komende jaren, maar we hebben ook de tijd om over oplossingen na te denken. En overheden moeten dat niet alleen maar zelf doen, maar moeten dat doen met iedereen in de maatschappij, met belangengroepen, met bedrijven, et cetera. En daar hopen we vandaag een start mee te maken. Wat is nu die gebiedsagenda 2050? Jeroen heeft er al het een en ander over verteld. Er zijn uitdagingen op het gebied van waterveiligheid, waterkwaliteit, ecologie, regionale economie, vanwege die klimaatverandering. Energietransitie en circulaire economie zijn ambities die daar ook bij horen. En het doel om die gebiedsagenda op te stellen is om veilig economisch en ecologisch waardevol gebied te behouden. Om op een prettige manier te kunnen wonen, werken en recreëren. De bedoeling van de agenda is dat het een inspirerende agenda is. Een eerste stap in het gesprek, in het proces, om met bewoners, ondernemers, maatschappelijke partijen om te werken aan die toekomst. We willen vooral een overzicht bieden van bestaand beleid en ontwikkelingen en initiatieven. En als je die zaken met elkaar in verband gaat brengen, dan ga je meerwaarde ontdekken. Dus dat is vanuit het Delta-programma, vanuit energietransitie, vanuit initiatieven, vanuit bedrijven, et cetera. Dus we hopen ook vandaag met jullie een aantal concrete voorbeelden of concrete ideeën in kaart te kunnen brengen. Het is een natte gebiedsagenda, dus het gaat over de grote wateren en over het waterverbruik, de zoetwatersituatie. En het is een samenwerking tussen Rijk en regio op initiatief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat. En inderdaad, zoals net ook al gezegd, het gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta staat hiervoor aan de lat en is onze opdrachtgever. Nog even het gebied. Provincie Zeeland, westkant van Brabant, Zuid-Hollandse eilanden, van Westerschelde tot Haringvliet en Hollands Diep.
Wat wij als eerste gedaan hebben, is dat we in het voorgaande jaar, in de verschillende sessies die we gehad hebben, hebben we gekeken naar trends en ontwikkelingen. We hebben ook een aantal experts gesproken. Wat zijn nou de gevolgen van klimaatverandering voor de verschillende gebruiksfuncties? Wat zijn de gevolgen van zeespiegelstijging, stijging van de temperatuur en toenemende fluctuatie van zoetwaterafvoer? Nou, dat ga ik nu niet allemaal tot in de treuren bespreken. Dat gaat te diep. Dat kunt u allemaal nalezen op de site. Daar staan verslagen van de bijeenkomsten. Daar staat ook onze voorlopige rapportage. En daar staan die trends en ontwikkelingen allemaal beschreven. Wat wel even aardig is om te noemen, is dat, en dat is in het grafiekje hier te zien, er zitten eigenlijk drie grafiekjes onder elkaar. De bovenste gaat over zeespiegelstijging, toenemende zeespiegelstijging. Dan de middelste met het rode, de toenemende temperatuurstijging. En de onderste is de toenemende fluctuatie in de zoetwatervoorraad. En op de horizontale balk, daar staan de verschillende gebruiksfuncties. Waterveiligheid, natuur, landbouw, scheepvaart, visserij, schelpdiersector, recreatie en toerisme. En wat je ziet is dat zeespiegelstijging op andere sectoren van invloed is dan bijvoorbeeld temperatuurstijging. Die temperatuurstijging is minder van invloed op de waterveiligheid, maar meer van invloed op visserij en schelpdiersector, om er maar eens eentje uit te pakken. Nou, vanuit die trends en ontwikkelingen zijn we naar doelen en opgaven gegaan. En daarbij hebben we aangesloten op de doelen zoals die ook voor de Zuidwestelijke Delta en voor het Delta-programma al eerder zijn geformuleerd. Economisch vitaal, energie-neutraal en circulair. Dat zijn de punten van de driehoek. Klimaatrobuust en veilig en waterveilig en ecologisch veerkrachtig. Maar we hebben dat geprobeerd te vertalen in een aantal concrete handelingsperspectieven. Die ga ik zo toelichten, want dit is natuurlijk heel abstract. Maar op welke manier kun je nu, met alles wat er al in gang is gezet, en de verschillende trends en ontwikkelingen die we signaleren, op welke manier kun je daar nou op ingrijpen? Kun je daar nou handen en voeten aan geven? Die cirkel, dat is nog wel belangrijk om te noemen, dat gaat over maatschappelijke betrokkenheid. En wij vinden eigenlijk meer dan tot nu toe, vooral vanwege grote veranderingen die eraan zitten te komen, dat het echt gaat om het samenwerken tussen overheden en de omgeving. Dus burgers, bewoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven. Dit is onze kaart met de handelingsperspectieven. Is een heel abstract beeld. Dat hebben we expres gedaan omdat we echt het als een soort openingszet zien. En ik ga één voor één die verschillende handelingsperspectieven doorlopen. De eerste is sterke en aantrekkelijke kust. Nou, we zijn natuurlijk nu al jaarlijks aan het suppleren om die kust op orde te houden. En dat gaat nog een enorme vlucht nemen. We moeten enorm veel meer gaan suppleren de komende decennia. En dat gebeurt op een aantal plekken al op een integrale manier. Niet alleen om de waterveiligheid op orde te houden. Maar waterdunen is een voorbeeld. Maar we denken dat dat nog veel sterker kan. Dus we hopen daar vandaag ook met jullie van over gedachten te wisselen. Het gaat over recreatie, maar het gaat bijvoorbeeld ook over kun je niet in de voordelta met een soort zandmotoren nieuwe hoogdynamische habitats maken. Zodat je nieuwe habitats, nieuwe natuur kunt ontwikkelen ter aanvulling op of misschien op termijn ter vervanging van de bestaande slikken, platen en schorren. Je kunt ook denken aan de koppeling met energietransitie. Het energieatol wat jullie vast kennen hebben we hier als plaatje opgenomen. Maar ook plekken voor windturbines en wellicht ook zonneweiders. Een andere handelingsperspectief, dat is het handelingsperspectief van de dynamische dijken. Want in de toekomst zou het beste zou kunnen zijn dat traditionele dijkversterking niet de meest optimale oplossing is op een aantal plekken. Wellicht is er onvoldoende ruimte. In het achterland kan zoute kwel in sterkere mate gaan optreden. Door zeespiegelstijging kan de stabiliteit in geding komen. Dus het kan best zo zijn dat je op een integralere manier ook naar die dijken moet gaan kijken, naar dijkzones. En waar denk je dan aan? Je kunt dan kijken naar onderliggende landschapspatronen. Je kunt denken aan overslagbestendige dijken. Je kunt ook denken aan het betrekken van het voorland bij de dijkversterking door een versnelde opslibbing van sediment te stimuleren. Je kunt ook denken aan dubbele dijksystemen, waarin je een soort robuust tussenlandschap krijgt, waar je bijvoorbeeld zoet water in kan bufferen voor de landbouw, of waar je in zouttolerante teelten kunt doen, of nieuwe deltanatuur kunt ontwikkelen. Of aquacultuur kunt, een nieuwe vorm van aquacultuur kunt ontwikkelen. Nou, dat zijn allemaal
innovatieve ontwikkelingen waar je op zoek moet gaan naar business cases natuurlijk. Zo'n zoetwatervoorziening kan interessant zijn voor de landbouw op plekken waar dat tekort steeds groter zal gaan worden. Een ander perspectief, en dan gaan we het land op, heet Vitaal Polder en Krekenlandschap. Belang van zoet water voor de landbouw, maar ook voor stedelijke gebieden, blijft onverminderd groot natuurlijk in de toekomst. Maar vanwege de invloed van het toenemen van de zoute kwel en droogte zal het vraagstuk groter worden in de toekomst. En wij denken dat je moet inzetten op een ketengerichte benadering. Dat je op verschillende velden als het ware moet opereren. Innovatief en toekomstgericht moet opereren. En dan denken we aan het vasthouden en het opslaan van regenwater. Aan het versterken van infiltratie in de bodem, bijvoorbeeld in kreebruggen. De landbouw stimuleren om het verbruik te verminderen. Waar nodig het aanpassen van teelten, het gebruik maken van zouttolerante gewassen. Maar ook een slimme aanvoer. Dus aanvoersystemen optimaliseren, zoetwateraanvoersystemen optimaliseren. En dan kun je ook denken aan het verplaatsen van inlaten meer landinwaarts bijvoorbeeld. Volgende perspectief, nummer 4, de ene laatste, is rijke platen slikken en schorren. Die platen slikken en schorren, dat zijn natuurlijk ontzettende belangrijke gebieden. Uniek in Nederland, uniek in Europa, uniek in de wereld. Hele belangrijke natuurkwaliteiten, intergetijdenlandschap. Niet alleen voor natuur, maar ook voor recreatie. Ook voor de identiteit voor het gebied, voor de schelpdiersector. En er wordt ook volop gewerkt om dat in stand te houden. Want veel van de zeearmen, daar is de erosie heeft de overhand. Dus ze staan enorm onder druk, die platen slikken en schorren. Dus je moet blijven suppleren. En dat gebeurt ook. Maar voor de lange termijn is de vraag of een voortschrijdende zeespiegelstijging, of dat op alle plekken houdbaar is. En of je niet aan alternatieven moet denken, of dat je niet moet denken aan andere manieren van het borgen van deze bijzondere kwaliteiten. En als eerste stap zou je kunnen denken van, goh, welke programma's spelen er nou allemaal? Laten we die nog meer met elkaar in verband brengen. Laten we ook kijken naar ontwikkelingen in de voordelta. En van daaruit, vanuit de lange termijn ook naar de korte termijn kijken. Het laatste handelingsperspectief, dat is gezonde en verbonden zeearmen. En dan gaat het over ecologische verbindingen tussen de zee en de zeearmen en het achterland, de rivieren en ook de polders. Maar het gaat ook over economische verbindingen, over vaarwegen onder andere. Wij vinden dat je moet blijven werken aan het verbeteren van die verbindingen. Allerlei projecten zijn daar ook op gericht. Dat is de traditie van de deltawerker, zou je kunnen zeggen. Om steeds meer te zorgen voor verbindingen tussen die verschillende zeearmen en de kust. Een voorbeeld om dat nog verder te verbeteren, linksonder, is de vismigratierivier. Daarnaast streven we ernaar om scheepvaartroutes in de delta op orde te houden. Je kunt je voorstellen bij het stijgen van die zeespiegel dat ook kunstwerken, dat die aangepast moeten blijven. Dat je moet nadenken over wat de goede routes zijn. En zodat je kunt zorgen dat verschillende havens, en elke haven heeft zijn eigen rol in dat hele spectrum, van toegevoegde waarde kunnen blijven en elkaar kunnen blijven versterken. En ook kernpunten kunnen blijven en verder kunnen ontwikkelen. Kernpunten van energietransitie en circulaire economie. Maar ook voor de schelpdiersector zijn die verbindingen heel erg belangrijk. Zorg dat ecosystemen goed blijven functioneren. Zorg dat nutriëntenbalansen goed op orde blijven, is voor de schelpdiersector enorm belangrijk. Nou, ik ben er heel snel doorheen gegaan door de handelingsperspectieven. We gaan straks in de groepen hier verder over discussiëren. Maar hier wou ik het even bij laten voor nu. Dus ik geef het stokje weer over aan Jeroen. Heel fijn, dankjewel. We moeten hier een beetje dicht bij de microfoon blijven ook, want het wordt ook live uitgezonden. Dat niet iedereen wil en kon hierbij zijn, zeg maar, in tijden van corona. Daar hebben we ervoor gekozen om dit ook live uit te zenden, zodat ook mensen het ook thuis kunnen volgen. Maar dat maakt dat iedereen die hier praat, moet even in de microfoon praten, zeg maar, anders hoor je thuis niks.
Dit is het verhaal waar we tot nu toe staan. Ik wil straks even eerst even de pitches doen en daarna van jullie horen of daar vragen over zijn. En dan kan dan ook nog over het vraag van Matthijs, als dat akkoord is wat jullie betreft. Ja? Filip, mag ik jou nu vragen dan om jouw beeld te geven vanuit de klimaatcommunity Oosterschelde? En misschien nog even de aanvulling. We hebben een aantal mensen gevraagd om vanuit het gebied een beeld op de toekomst te geven. Vanuit hun bril, hun sector, hun perspectief, hun onderneming. Om ons daarin mee te nemen. Dus, Filip, ja. Het woord. Even kijken, is dit het links-rechts? Ja. Goed zo. Goedenavond. Dankjewel voor de uitnodiging, Jeroen. De klimaatcommunity Oosterschelde. Ik kijk even naar het volgende plaatje. We heten eigenlijk de kenniscommunity Oosterschelde. Maar toevallig hadden we vorige week een overleg. En dacht, nou, misschien moeten we het wel klimaatcommunity Oosterschelde noemen. Dus dankjewel daarvoor. De kenniscommunity Oosterschelde. Ik ben met een aantal mensen initiatiefnemer van deze community. Het is eigenlijk een netwerkorganisatie. We hebben een aantal mensen die enthousiast zijn. En zich zorgen maakten over de Oosterschelde. Als straks 1,5 meter of meer de zeespiegel gaat stijgen. En klimaatverandering niet alleen de zeespiegel gaat stijgen, maar ook andere effecten gaat hebben op de natuur. Dus we hadden zoiets van, god, daar moeten we wat mee. En 2018 zijn we daarmee gestart met de kenniscommunity Oosterschelde. Een congres georganiseerd. En daarin was duidelijk dat eigenlijk heel breed gedragen wordt, en dat is vandaag ook weer in de agenda duidelijk, dat klimaatverandering veel impact gaat hebben op de Oosterschelde. En toen is eigenlijk gezegd van, nou, wat we belangrijk vinden is de Oosterschelde open te houden. Maar ja, als je de Oosterschelde open wil houden en je hebt over 1,5 meter stijging, zeespiegelstijging, ja, dan heb je wel wat te doen met elkaar. Nou, gelukkig, volgens de voorspellingen, is die 1,5 meter, hebben we het over 2100. Dus we hebben nog even. Maar gelijkertijd is natuurlijk ook de oproep gedaan toen van, goh, laten we dan ook vooral starten met nadenken over die Oosterschelde in de toekomst. Nou, even klimaatverandering werd al even genoemd. Laatst nieuws, 18 augustus, werd het weer wederom genoemd. Het is interessant om te zien dat een paar jaar geleden we dat toch nog een beetje zoiets van, nou ja, zal het wel. En we zien toch de laatste jaren allerlei wetenschappers heel duidelijk maken, het gaat echt heel snel. Gelukkig hebben we ook op een aantal onderwerpen nog de tijd. Voor droogte, hè, dat is urgent. Zeespiegelstijging zal nog even op zich laten wachten. Maar het is mooi dat we daar vast al met elkaar over nadenken. Waar richten wij ons dan op als klimaat- of kenniscommunity Oosterschelde? Waar wij ons op willen richten is langs de Oosterschelde te kijken of we daar kunnen experimenteren met alternatieve landschappen. Landschappen die we in de loop van de jaren mee kunnen testen en iets kunnen betekenen voor de toekomst. En er werd het al even genoemd, dat kan in de vooroever dingen zijn, vooroeverontwikkeling zijn, dat kan dubbele dijken zijn. Al dat soort concepten die zouden we in de toekomst, zouden we eigenlijk al de aankomende jaren willen testen. Willen proberen, willen laten zien, willen van leren. Kennisinstellingen daar ook bij betrekken om te kijken van hoe zou zoiets kunnen ontwikkelen naar de toekomst. Omdat we er ook wel in geloven dat 2050 is best ver, 2100 is nog veel verder weg. Dus je weet niet precies wat de toekomst gaat bieden. En dan helpt het om vast toch stappen te maken en te kijken hoe we daar van A naar B naar C naar D kunnen komen. Dus vandaag klimaatadaptieve, waterkerende landschappen voor de leefbare Oosterschelde. Dat betekent dus zowel voor mens als natuur. Kenniscongres werd ik al even genoemd in 2018. Dat was eigenlijk de opmaat voor deze community. Daarin werd eigenlijk bevestigd door iedereen. En je moet je zo voorstellen, de kenniscommunity, daar zitten ongeveer 80 mensen achter. Bevlogen en deskundigen, professionals. Dus daar zit nog niet de bewoners van Schouwen-Duiveland of Noord-Beveland bij. Daar missen we ook nog een beetje de agrarische sector. Dus we zijn er nog niet, maar we hebben in ieder geval een draagvlak aan de achterkant. Goed, aanbevelingen destijds was, hou de Oosterschelde open en bouw aan bewustwording voor klimaat en verken de toekomst. Ga daarmee aan de slag. Betrek ook ondernemers, burgers en jongeren.
Nou, dit zijn een aantal partijen die bij betrokken zijn. Het is een vrij brede groep organisaties die achter dit initiatief staan. Onder andere Rijkswaterstaat, provincie, natuurorganisaties, mosselsector, etc. Vorig jaar hebben wij een dialoogdag gehad. U moet zich zo voorstellen, zo'n initiatief groeit zich heel langzaam. En elk jaar doen we wat en elk jaar komen we weer een stapje verder. Ik ben soms wat ongeduldig en denk, kan het niet wat sneller? Maar ik leer ook wel steeds meer, dit soort trajecten hebben ook een lange adem nodig. En je hebt met elkaar ook bepaalde gedachtes, die moeten een beetje rijpen. En zo zien we dat ook met dit onderwerp, als het gaat over de gebiedsagenda, dingen moeten wat rijpen voor de toekomst. En dat betekent ook dat je bijvoorbeeld een beetje over de dijk moet heen kijken. Hè, en anders moet gaan kijken. Nou, dit is een foto van afgelopen november. 2001 staat hier. Nou, dat moet 2010 zijn. Dit is het Watersnoodsmuseum. Het Watersnoodsmuseum is een beetje de thuishaven van de kenniscommunity Oosterschelde. En hierin zie je de twee wethouders van Noord-Beveland. Kees van der Bos en Pim Schenkelaars van het Schouwen-Duiveland en van Noord-Beveland. Die zie je hier een eerste ontwerpen in ontvangst nemen. Dus er zijn al gedachtes over hoe zouden die randen van de Oosterschelde eruit kunnen zien. Maar ja, dat zijn nog maar gedachtes. En wat wij heel graag willen is samen met het gebied om dat verder uit te werken. En vandaar dat we daar ook studenten bij betrekken. Dit is een student van de Hogeschool Zeeland die overigens een heel interessant verhaal heeft verteld over zoetwater en hoe je dat beter kunt scheiden en hoe dat ten behoeve van de landbouwer een voordeel kan zijn. We zitten hier ook in de coronatijd, dus digitaal wordt hier ook met elkaar gesproken. Goed, ontwerp het onderzoek, dat is eigenlijk de sleutel in het hele traject. Nadenken over hoe zou het eruit kunnen zien en daar allerlei deskundigen bij halen. He, dus of je nou vanuit de natuurorganisaties kijkt, of vanuit Rijkswaterstaat, of iemand vanuit de agrarische sector. Iedereen heeft kennis en wij kunnen met elkaar veel van elkaar leren en dingen ontwerpen die er nu nog niet zijn. Je ziet hier iets van dubbele dijken, versterkend voorland. Nou, daar willen we mee aan de slag. Dit zijn wat kaarten van Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland. En je ziet aan die randen dat er al wat dingen getekend zijn. En wat wij interessant vinden is om bijvoorbeeld, ik kom net van het Watersnoodmuseum terecht, om eens te kijken, kunnen we in dat gebied iets met het Watersnoodmuseum en partners daaromheen doen? Kunnen we dat niet met de haven van Bruinisse doen? Of Koningsplaat? Kunnen we iets met de haven van Zierikzee doen? Nou, dat soort zaken, daar gaan we de aankomende jaren mee aan de slag. Want ter afsluiting is het zo dat wij, samengevat eigenlijk, richten wij ons op klimaatverandering. Ben ik nog hoorbaar? Ja. Klimaatverandering. We willen dat in de tijd stappen maken. We kijken niet naar eendimensionale hoge dijken, maar juist in de breedte, dus aan de voorkant en de achterkant. We willen concepten ontwikkelen die ook tonen. We willen experimenteren. Want we geloven heel erg van, als je het ziet, dan ga je het ook geloven. We willen gebiedscoalities opzetten. Dat betekent in 4 of 5 plekken in het gebied. Dat gaan we ook echt doen, aankomend jaar. Dat betekent dus dat we ook met ondernemers, maar ook met gebiedseigenaren, dus ook met agrariërs in gesprek willen om te kijken van welke concept past waar. Daar zullen we ook vooral ook kennispartijen bij nodig hebben. Dus de Hogeschool Zeeland onder andere, die we daar zullen bij betrekken, maar ook de WUR natuurlijk. Dan hopen we de aankomende jaren een aantal dingen te laten zien die een antwoord kunnen zijn op klimaatverandering en ons kunnen helpen naar 2050 of naar 2100 verderop. Dat is. Dat was hem eigenlijk, ja. Mooi. Wilt u meer lezen? Ja. De website www.onsoosterschelde, daar kunt u alles vinden. Ja. Heel mooi initiatief, vind ik. Dus echt vanuit het gebied zelf. Met ondernemers, met bewoners, met professionals, kennispartijen. Veel integraler naar de randen van de Oosterschelde kijken. Nou, we hebben de, simpel zin. We hebben de bewoners en we hebben een aantal dingen wel, maar we hebben een aantal dingen ook nog niet. Nee. Okay. Dus we hebben nog veel huiswerk te doen. Ja. Dus bewoners hebben we nog niet, we hebben agrarische sector niet. Dat is voor ons ook tot nu toe best lastig geweest. Maar we willen daar die slag wel gaan maken. Dus dat even voor alle duidelijkheid. En ik hoor kenniscommunity, maar ik zie ook duidelijk staan dat jullie dingen willen gaan doen.
Ja, we zaten eerst vooral in het ontwikkelen van kennis en concepten. En toen dacht ik van ja, maar eigenlijk het mooiste is als je ook iets kan gaan doen en dat je het kunt gaan zien. Want dan loop je tegen echt dingen aan. Hè? En dus we kunnen wel bedenken. Dus vandaar dat we die slag inderdaad gaan maken. En we hopen daar, hè, we nodigen alle partijen daaruit om daarin mee te doen. Ja, mooi. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Hartstikke mooi. Zijn er zo meteen misschien vragen voor Filip? Dat komt dan na de drie pitches. Gaan we even door naar de tweede pitch van Leo van Vliet. Leo, als ik jou mag vragen. Hotelier op het eiland met ook een beeld van de toekomst. Rechts klikken. Gaan we vooruit. Goedenavond. Ik mag... heb leiding gegeven... Sorry, ik moet dan op de microfoon letten en het beeld. Ik heb leiding gegeven aan de Zeeuwse Stromen. Inmiddels heb ik dat aan... Een dochter en een zoon over mogen laten. Ik heb nog wel een rol. En ik heb daarnaast heb ik nog een aantal andere activiteiten, want ik hou van ondernemen. Ik sta hier vanavond namens de collega's op het Schouwse Strand van de VSSK, Vereniging Strandpaviljoens Schouwse Kust. En wij gaan kleur bekennen. We gaan misschien wel prikkelen. Misschien een beetje boos maken, dat weet ik niet. Maar het is bedoeld, dus al die techniek die nu al er is, om de techniek en de veranderingen te gaan gebruiken om de noodzakelijke veranderingen in toerisme, niet alleen Zandzeestrand, maar er komt veel meer bij kijken. Ik ga geen heel lang verhaal houden. Ik sta kort bij het beeldmateriaal stil. En ik ben benieuwd wat u van onze ideeën vindt. Allereerst het strand. Ik heb er eentje gevonden. Moest lang zoeken om een zwart schaap te vinden. Hij staat er ook niet op zijn mooist bij. Maar ik vind dat het strand in al het overleg, ambtelijk, maar ook in de sectoren, de recreatiesectoren, toch altijd wel een beetje een buitenbeentje is geweest. Heel erg dat zij wisten het wel wat er op het strand moest gebeuren en veel te weinig gericht naar alle andere partijen die met het strand te maken hebben. Dus ik wil af van dat etiket. Wij hebben 14 paviljoens, we hebben 10 ondernemers. Er zijn 7 ondernemers zijn het eens, 3 een beetje, maar die gaan we over de streep zien te trekken. Niemand is overigens tegen. We zijn in 2019 begonnen met een manifest te maken. Wij willen een beetje af van dat bekende overleg van de voorzitter en de secretaris runnen de toko. En als het goed gaat krijgen ze een pluim en als het niet goed gaat dan kunnen ze op hun donder krijgen. Maar je ziet dat de effecten naar alle samenwerkende partijen gewoon niet optimaal opleveren. Dus wat hebben we gedaan? We hebben het manifest gemaakt en in het manifest... Ik ga hem niet uitgebreid behandelen, maar in het manifest hebben we gezegd... ons hoofddoel moet zijn dat wij het duurzaamste strand aan de Nederlandse kust gaan worden. En dat willen we in een tijdsbestek van 10 jaar. Een voorbeeldje, hoe werken we met elkaar? Je ziet om dat doel heen zie je een vijftal ballen. En die ballen, dat zijn eigenlijk ook projecten en ondernemingen. En hier zie je een voorbeeld... Een van de opdrachten is, wie let er op de contracten? Wat is er nodig om de veranderingen en de vernieuwingen op tijd bekend te maken, zodat we input kunnen geven en niet achteraf allerlei dingen opgelegd krijgen? U ziet dat we met veel overheidsinstanties te maken hebben, maar ik vind dat de samenwerking, maar daar gaat aan het einde mijn pitch ook over, die heeft grote kansen. Daarnaast vind ik dat het strand, als het gaat over duurzaamheid, dat lijkt wel op een mui. Als wij het over duurzaamheid praten, dan doen we dat allemaal. Overigens, in alle sectoren zeggen ze dat ze duurzaamheid doen. Over je woonhuis, dan is het als je collectoren hebt of een warmtepomp, dan ben je al heel ver. Maar het is gewoon veel en veel meer. We zijn begonnen, een aantal zijn al gestart, maar we willen in de komende jaren, zolang niet bekend is welke energiebron we gaan krijgen, we hopen waterstof, als je dat tijdig weet kan je daar rekening mee houden, maar we gaan nu al over op biopropaan. Wie bouwt of verbouwt, houdt rekening met de eisen qua bouw. We houden rekening met ventilatie, we houden rekening met productieprocessen. En
De laatste vind ik ook een erg belangrijke. Wij willen heel graag met in het stuk circulaire economie samenwerken met de agrarische sector. We willen een top 10 maken van producten die wij door het jaar heen gebruiken. Wij kunnen per kwartaal, per jaar vooruit zeggen wat we ongeveer nodig hebben. En dat gaan we dan op het eiland bestellen. Een aantal dingen kunnen niet meer. En wij gaan de sector aanbieden dat waar we nu bij de groothandel de prijzen betalen. De agrarische sector krijgt veel lagere prijzen, want de handel bepaalt de prijs. En wij hebben gezegd, er zit een prijs aan de circulaire economie. Wij hoeven geen goedkopere inkoop te hebben. Wij gaan aan de agrarische bedrijven waarmee we samenwerken de prijs van de handel betalen. Daarmee maken zij een uitstekende rendementsverbetering en wij hebben uitstekende producten. En het past bij het nieuwe imago wat wij bij het eiland vinden passen. Kijk, dit is dat kleine paviljoen. Daar begon alles mee. Daar zaten de avonturiers op het strand en daar waren beperkte producten. Ik heb daar een kleine opsomming gegeven van producten die bezwaarlijk voor het milieu zijn, die in de komende 2 jaar aangepakt worden als de leveranciers alternatieven hebben. Het mooiste voorbeeld vind ik het ijsje. U weet hoe populair de Magnums zijn en zo zijn er nog een aantal waterijsjes enzovoort enzovoort. Maar waarom zitten ze nog in die waardeloze verpakkingen? En we hebben nu met onder andere Bitfood een gesprek. Wij willen dat niet meer. Wij willen dat het aangepast wordt, de verpakkingen. En als jullie het niet doen, gaan we over op softijs. Daarnaast kwamen we tot de conclusie dat de mensen en de techniek in Zeeland al heel, heel vroeg hebben laten zien dat ze heel veel konden. Want dit is een foto, Kruiningen-Perkpolder. En ik vind het helden, de mensen die toen bedachten dit te doen. Maar daarna kwamen mensen, die hebben Zeeland gemaakt wat het nu is. En als je kijkt naar het vraagstuk duurzaamheid, ja, vind ik het niet meer een vraag of we meedoen. Nee, iedereen moet mee gaan doen. En we kunnen het. En ik snap dat 2050 en 2100 heel erg ver weg is. Maar ik denk dat de mensen in die tijd het veel moeilijker hadden om dit soort beslissingen te nemen. Ja, wij zeggen ook, we hebben heel veel moois om ons heen. Dit gaat allemaal goed, dat wordt aangepast in wat er nodig is. Maar wij willen graag nog een paar stappen met het strand maken. Met name voor de recreatieve bedrijven en de bekendheid voor ons eiland. De duinen, ja, dat is nu eigenlijk, daar houdt het strand op. Daar hebben we niks mee te maken. En wij vinden dat het duingebied, maar ook het achterland, moet betrokken gaan worden in dat product van het strand. En dat geldt ook voor de zee. Er zijn al kleine beginnetjes gemaakt, maar we weten veel te weinig van de Noordzee. Wat doen we erin? Wat leeft er? Het blijkt. En dat onderzoek dat wordt de komende maanden bekend. Het is een onderzoek, jaarlang, geënquêteerd door de hogeschool. Daar komt uit dat de interesse van het publiek wat in Zeeland komt, op Schouwen komt, enorm groot is naar wat zijn we aan het doen om deze mooie omgeving in zijn natuur te bewaken en te zorgen dat het veilig en goed gaat. Dit vind ik ook een heerlijke, want als je aan mensen met kinderen vertelt dat hier 1000 jaar geleden mammoeten leefden, dan gaat dat kind ineens een heel ander gevoel in het spelletje en het hier zijn krijgen. Nou, zo zijn er een heleboel voorbeelden waarbij we nu, is die zeehond qua likability, ja, die scoort hartstikke hoog. Maar er zijn een heleboel dieren waar we niks van weten. We vertellen er niet over. We misbruiken het een beetje commercieel, terwijl het publiek zegt, ga nou eens delen. Vertel wat er in de zee gebeurt. Vertel wat er in de lucht gebeurt. Vertel wat er met het groen achter ons gebeurt. En daar willen wij deel van uitmaken. Een kreet is, we zitten in het tijdperk van beleven. En ik vind dat beleven moet langzaam stoppen. Beleven is het nu. Dat is het korte termijn genieten. En betekenis is dat je terugkomt omdat je hier dingen hebt ontmoet. Bent tegengekomen waar je heel erg trots en blij op bent. En waar je het vervolg van wil weten.
Nou, dit vind ik een heel mooi voorbeeld. Ik mag zelf deel uitmaken van de EHBZ. Ik ben zeeonderwachter. Wij helpen deze dieren als ze in nood zitten. Ook daar is nieuwe wetgeving gekomen. We halen ze helemaal niet veel meer van het strand af. Is niet nodig. Maar je wil niet weten als je op het strand bent hoeveel ols, aas en hoeveel mensen denken dat een zeehondje als die huilt, dat die om zijn moeder huilt. Nou, ik zal het u ook vaststellen, dat is niet waar. Uit onderzoek is recent gebleken dat een jonge zeehond, die kan uitstekend zonder zijn eigen moeder. Want als hij zijn moeder kwijt is, en dat gebeurt vrij gauw, zoekt hij een andere moeder waar hij gaat drinken. Dus hij komt keurig door die 20 dagen heen dat hij deze kleur heeft. En daarna komt hij in zijn zogenaamde afspeenfase. En dan gaat hij leren zwemmen, gaat hij leren vissen. Ja, en dan jankt hij ook nog wel eens, maar niet om zijn moeder, want die is al lang weer weg. Nou, als je het vertelt, dan komt er zo'n ander beeld bij wat er in de zee gebeurt. Maar dat geldt ook over kwallen, dat geldt ook wat de status van het water is. Ook een mooie oude gewoonte is dat, en ik hoop dat ik de vissers, want die hebben we hoog staan, maar het wordt hoog tijd dat we beslissingen nemen met elkaar. Ik vind ook dat de recreatiesector echt moet gaan promoten dat wij niet alleen wilde vis hebben, maar dat we ook gekweekte vis hebben. En dat die gekweekte vis, die is echt goed aanwezig. En we moeten het verhaal gaan vertellen waarom die wilde vis gewoon weer ruimte moet krijgen om te gaan herstellen. Ja, wij willen in die communicatie, maar ook in die producten, willen wij heel graag een onderdeel van die communicatie en de betekenis daaraan te geven. Er zijn al voorbeelden dat voedsel, niet alleen vis, maar dat we wat tarwe op het land is, dat gaan andere producten worden die in zee gekweekt gaan worden. De zilteboerderij is in opkomst, maar het gaat zo'n grote industrie worden, want ze verwachten 40% van het voedsel moet straks uit water en of zee komen, omdat we op land geen capaciteit meer hebben. Het laten zien wat er goed gaat in de Noordzee, en niet alleen maar het is lekker pootje baaien, er is een mui of het is gevaarlijk of wat dan ook. Nee, het gaat voor ons verder. Ik kom daar straks nog met een voorbeeld mee. Actueel is suppletie. De strandcollega's zijn het allemaal spuug zat, want er is geen strand. Op Walcheren zijn ze helemaal heel erg boos. En eigenlijk is het een zwart-wit discussie. Want als je zegt, zullen we in de toekomst kijken hoe we suppletie en het probleem van stijgende spiegel en de natuurlijke ontwikkelingen, hoe gaat het lopen in een bepaald gebied? Waar moeten we wel suppleren, waar niet? Dan wil iedereen erover praten. En daar gaat het nog wel eens fout, want het is eigenlijk te veel op emotie en veel te weinig door gebrek aan kennis. We roepen maar heel gauw, en dat is klote geregeld. Nee, we hebben de kennis niet. En als je verder gaat praten met de mensen die met de techniek van de kustverdediging bezig zijn, dan moeten we allemaal voorzichtig zijn, omdat het gaat een eigen leven leiden en dan krijgt de lokale politiek het weer lastig. Ik pleit ervoor dat we daarin gewoon veel duidelijker gaan worden in wat zijn de kansen, welke afwegingen moeten maken. En laten we zorgen dat wij een goed vergunningenstelsel krijgen. Ik ga niet over de techniek in, want dan wordt het vervelend en erg strandondernemer gericht. Ik ben wel voor dit soort initiatieven. Naast het wandelen en mountainbiken en hardlopen, aandacht gaan geven in wat gaan we met de al genoemde, en daar kan ik er nog wel een paar bij noemen, maar ook dit soort attributen op het strand te hebben. En dat hoeft niet in een containervorm, maar dat kan ook in bestaande materialen, oude of nieuwe materialen die duurzaam zijn. Wij pleiten ervoor om te laten zien hoe het gaat met de Noordzee. En daar moet je in kunnen. Dan moet je kunnen lopen. Dan moet je kunnen fietsen. Ik wil dat we bekendheid krijgen met een onderwater wandel of fietspad, waarin je kunt genieten, kunt zien wat we aan het doen zijn. Nieuwe activiteiten zijn we voor. Openluchttheaters. Niet duizenden mensen erin. Gewoon zand gebruiken. Plekken aanwijzen waar je thematisch iets gaat doen. En dan ga je het programma maken. Er moet anders
een andere, alleen beleven is lekker met een wijntje naar een artiest kijken. En hier moeten er discussies zijn. Daar kan ook een artiest bij, maar dat wordt niet hard geluid. Dat wordt gewoon akoestisch. Nou, deze die vind ik zo bizar mooi. Ik moet afronden en ik ga ook afronden. Om te laten zien wat we in de zee aan het doen zijn, de bestaande verspillingen te gaan gebruiken voor de Zeeuwse kust op een aantal plekken. Eilanden, daar kan je op bepaalde momenten naartoe. Die wordt ingericht met informatie over wat zijn de plannen, waar gaan we naartoe. Heeft met kustverdediging, heeft met water, heeft met dieren te maken. Maar we denken daarnaast dat het ook een welkome attractie is en een oplossing is voor ouders groot. En als we dan toch met verhogen bezig zijn, laten we kijken of we daarin als onderdeel van de kustverdediging pieren in zee kunnen maken. Als je naar de toekomst kijkt, ja, dan zit je natuurlijk altijd wel door een soort verrekijker te kijken, want niemand heeft dat hele brede, die brede scope. En toch denk ik dat je hier en met elkaar de noodzaak hebben om te veranderen. Nu moeten we het nog leuker gaan maken. En ik denk dat het echt voor 100% kan. Alles. Je moet wel keuzes maken. En ik hoop dat we die keuzes met elkaar kunnen maken. In het rapport staat, occupatie is een fase, dat gaat tot 2050... En ik heb daar één wens in, dat de huidige, en dat is ook mijn pitch, mijn huidige werkwijze tussen overheid en bedrijfsleven en bewoners gaat veranderen. We zijn te hiërarchisch, te afstandelijk en ik denk dat het hoog tijd wordt dat we meer op nieuwe projectbasis met elkaar gaan samenwerken. Sectoren, niet politieke spelletjes doen, maar kundige mensen als afgevaardigden in de groepen deel laten nemen. Als we dat voor elkaar krijgen, dan kan dit. Dank u wel. Mooi. Ja, Leo. 2 minuten. Dank je wel. Nee, hartstikke mooi. Dank je wel. Ik vind het heel mooi dat jullie als ondernemers het welbegrepen eigenbelang, dat je echt kijkt hoe kunnen we naar duurzamer toe, kunnen we hier een slag in maken, want die slogan die staat hier niet voor niks onder. Maar je kunt dit gewoon alleen maar samen doen. Ja. Je moet dit echt samen doen. En ik hoor jouw pleidooi heel erg van, we moeten op een andere manier dit organiseren, anders communiceren met elkaar, elkaar meer opzoeken, meer kennis delen, et cetera. Dus het meest belangrijke is, dit soort bijeenkomsten, dit soort bijeenkomsten zijn altijd dezelfde type mensen die geïnteresseerd zijn in hun vak, hun omgeving. En daarnaast zitten dan een heleboel mensen die vinden daar weer van alles van. En die gaan dan weer tegengas lopen geven. Ik vind dat je huiswerk als sector moet maken. En dat je niet elk jaar maar kan zeggen van dat is leuk en dat is niks. Nee, je moet 10, 20, 30-jarige keuzes gaan maken om dit soort veranderingen door te voeren. Okay. Mooi, heel inspirerend, dankjewel. Gaan we naar de laatste pitch. Pieter de Ruiter vanuit de LTO. Ongegraagd jullie beeld. Goedenavond. Geen mooie plaatjes van mij vanavond. Het mooiste plaatje dat we hebben, dat is aan die kant. Als je door het raam kijkt, dan zie je Schouw en Duiveland. Mijn naam is Pieter de Ruiter. Ik ben voorzitter van Agrarisch Schouw en Duiveland. Dat is een afdeling van de ZLTO. We hebben ongeveer 75% van de agrarische op Schouw en Duiveland is lid van onze organisatie. Dat is een goede 200 boeren dus. Ik wil jullie even meenemen in de zoektocht, zoals we die al lang hebben, naar zoet water op Schouw en Duiveland. En dan neem ik je toch even mee naar 1953. In 1953 was er een behoorlijke watersnoodramp. En toen is er gezegd, dat willen we nooit meer laten gebeuren. En daar zijn de Delta-plannen uit voortgekomen. In 1965 is hier deze mooie Grevelingdam gereed gemaakt. In 1969 en 1970 en 1971 zijn de werkeilanden klaargemaakt. En later ook de Brouwersdam. En al die keren dacht de agrarische sector van, en nu is er een kans voor ons dat wij kans kunnen maken op zoet water. En er is ook iedere keer op geanticipeerd en overleg geweest. Maar iedere keer trokken ze weer aan het kort eind. En dat is echt wel een gemis geweest in het verleden. In 1990 dacht onze voormalig bestuur van de agrarische Schouw en Duiveland van, joh, misschien kunnen we extern water aanvoeren. Dus laten we een eens kijken of we met een pijpleiding uit het Zoommeer, wat nu dus wel zoet is,
water op Schouwen-Duiveland kunnen laten brengen. En waar we als agrarische sector gewoon een meerwaarde aan konden hebben. Toen was de bedrijfsgrootte nog niet zo groot als nu. We hadden ongeveer 30 hectare en de kleine ondernemer kon er echt goed van profiteren. Nou, dat is uitgewerkt op plan en later in stemming gebracht onder de ondernemers. Nou, het is misgelopen omdat er een aantal ondernemers vonden dat het te veel geld ging kosten voor een bedrijf. Die hadden ook geen idee wat de toekomst ging brengen en op dat moment vonden ze het een slecht plan. Het heeft er toen niet gehaald. Het mooie is dat de gemeente Schouwen-Duiveland een jaar of wat geleden met de Living Lab is begonnen. En die kwam ook naar ons toe als agrarische Schouwen-Duiveland van joh, hebben jullie nog gebiedsvraagstukken? Bijvoorbeeld de Zilte Tilten. Nou, wat wij eigenlijk weer er zagen zitten is, kom laten we eens kijken naar zoetwater. Nou, dat is door de gemeente Schouwen-Duiveland heel voortvarend opgepakt. En daar zijn we ook blij mee. En daar hebben we ook ontzettend veel energie in gestoken. En dat resulteerde in een mooie samenwerking en onderzoek naar zoetwater. En ook een aanvraag van subsidies om onderzoeken te gaan doen. Want wij zien ook wel dat wij als Schouwen-Duiveland achterop raken. En als we kijken naar de eilanden zoals Toon of Goeree, die zien we hier niet staan, maar goed. Die hebben wel zoetwater en de ondernemers daar profiteren enorm van in deze veranderende klimaat gebeuren, dat die daar echt betere gewassen kunnen telen, die echt waar de markt om vraagt ook kunnen leveren. Nou, in zoverre dat we daar nu mee bezig zijn, zijn er nu eigenlijk gewoon ook een dertigtal ondernemers gevraagd van, die ook met die watervraagstukken naar voren kwamen van, zijn we rond de tafel gezeten en hebben eens gekeken van wat zijn nu de oplossingen om voor jullie duurzaam water te realiseren. Daar zijn we nu mee bezig. We gaan ook kijken hoe we voor hen een oplossing kunnen zoeken met een team van wetenschappers. In hoeverre dat straks gaat lukken, dat weten we niet. Een aantal ondernemers op Schouwen-Duiveland vindt dit niet ver genoeg gaan en die zijn ook, hebben ons ook gevraagd van joh, kijk toch nog eens een keer naar die plannen van de jaren 90. Toen hebben we ook gekozen voor een externe wateraanvoer. Waarom zouden we dat nu weer niet eens proberen? Ook dat is ook nu weer meegenomen. En daar zijn we ook naar aan het kijken met een aantal boeren of dat eventueel mogelijk is. Het mooie van het hele verhaal is dat we 2 jaar geleden, toen waren we ook al met die Living Lab bezig, hadden we, of het minder mooi was natuurlijk, dat we 2 jaar geleden behoorlijke droogte hadden. En een voorbeeldje is dat we toen ook een klein beetje ruw geschat, ook een 10 tot 20 miljoen euro aan inkomen mis hebben gelopen Schouwen-Duiveland aan bijvoorbeeld de uienteelt, die onverkoopbaar was of te slecht ontwikkeld. Dat is nu eventjes een ideetje van wat droogte kan doen. Nou, en iedere keer denken we van, nou, nu zal dat niet meer zo vaart lopen. Nu krijgen we misschien een aantal jaren waar we voldoende neerslag valt. Maar afgelopen jaar was het eigenlijk raak en ook dit jaar was het weer raak. Dus de vraag is nog steeds van, kunnen we hier wat aan doen? Wat je wel ziet is dat ook veel ondernemers langzamerhand ook financieel steeds verder achterop raken. En dat ook gewoon voor veel mensen is van, ja, hebben wij straks nog genoeg geld om innovatieve oplossingen te realiseren. Die we hier ook al voorbij zagen komen. En dan kun je denken bijvoorbeeld aan drainage, dat je de zilte ondergrond al water wegtrekt, zodat je zoetwaterlens wat groter wordt. Dus dat je langer beschikbaar bent, de beschikking hebt over zoetwater. En ook van, kan je dan bijvoorbeeld, als er zoetwater uit je draineerbuizen komt, kun je dat dan opslaan? En hoe ga je dat dan opslaan? En waar ga je dat opslaan? En wat voor meerwaarde kan je er dan geven? Want moet je bijvoorbeeld dat in bazaans opgeslaan? Dus dat zijn allemaal vraagstukken die we nu gaan proberen op te lossen richting 2050. Nou, hoe gaat het in 2050 er voor ons uitzien? Dat is best wel een moeilijke vraag. Want er spelen heel veel factoren een rol. Eerst denk ik van dat er in 2050 toch heel veel bedrijven langzamerhand meer een één-op-één relatie krijgen met de consument. En dat is ook al door mijn voorganger een beetje geattendeerd. Van dat zoeken wij ook. En ik denk dat we ook die kant veel meer op gaan. En dat kan best wezen dat dat ook met een, misschien zelfs wel met een real-time uur op uur mensen die ons gewoon gaan altijd die ons volgen in wat we doen en misschien ook wel meebeslissingen in bepaalde productieprocessen. Gaat het biologisch worden? Ja, we weten het niet. We denken eigenlijk gewoon dat het een mix van allerlei soorten zal wezen.
Maar deze groep ondernemers die zal echt volledig inzetten op een volhoudbare teelt. Op een duurzame teelt. En dat zal ook vooral gaan van wat voor soort gewasbeschermingen passen we toe en wat voor soort bemestingen. Maar ook biodiversiteit en energietransitie, die zal op deze bedrijven echt een grote rol spelen. Want ook de consument die onze voedsel dan afneemt, die zal dat ook van ons verlangen. En die verlangt dan ook een product wat ook gezond is en ook voldoende vitaminen en mineralen bevatten. En dat is ook eigenlijk een beetje de gezondheidstrend naar de toekomst. We willen echt gewoon ook gezond blijven en we willen gezonde voedsel. Nou, een ander deel van Schouwen Duiveland die zal kiezen voor non-food producten. Dan kan je denken aan oliehoudende gewassen bijvoorbeeld, maar ook aan bloementeelt of uitgangsmateriaal voor aardappelteelt bijvoorbeeld. Nou, wat zijn onze bedreigingen naar de toekomst? Onze bedreigingen die zijn er best wel, want we zien ook dat er steeds minder bedrijven overblijven. Onze ervaring is dat er steeds meer boerderijen geen opvolger hebben. Enerzijds moet je toch iemand hebben die ook echt behoorlijk geïnteresseerd is om het bedrijf over te nemen. Je moet veel kennis hebben, maar je moet het ook gegund worden door je overige familieleden, want er zit enorm veel kapitaal in tegenwoordig. Wat daaruit voortvloeit is dat heel veel van zulke bedrijven die gaan toch zoeken naar iemand die wat je dan eigenlijk gaan zien is dat je bedrijven die geen opvolger hebben, die gaan het eigenlijk waarschijnlijk niet verkopen, maar die zoeken iemand anders op die het voor hun gaan runnen. Een soort beleggerssituatie. Maar je ziet ook gewoon dat veel landbouwers hun grond verkopen aan beleggers om nog voldoende financiële middelen te hebben om voor te bestaan. Wat je ook ziet als we in de toekomst geen zoewater realiseren, is dat je eigenlijk gewoon nog sneller deze opschaling gaat zien van de landbouwbedrijven. Ze gaan gewassen telen die minder risico's met zich meebrengen. Je krijgt een minder vitaal platteland. En zoals ik al eerder zeg, dat andere mensen toch zich meer met de bedrijfsvoering gaan inmengen als dat het nu is. De boer zal meer een bedrijfsleider worden en niet de boer meer die we nu kennen. Nou, wat we nu eigenlijk zien is gewoon dat we eigenlijk steeds een klein beetje meer achterop gaan lopen. Ook naar de Nederlandse omgeving toe. We moeten echt in actie komen. Daarom is het ook ontzettend mooi dat we die Living Lab hebben. Dat steunt ons enorm, daar zijn we enorm content mee. Het is ook een advies naar de andere Zeeuwse gemeenten van ja, kijk daar ook eens naar om naar zo'n soort samenwerking met de gemeente. En we hopen ook dat we hier ook resultaten boeken naar 2050. Oké, dankjewel Pieter, hartstikke mooi. Ook een interessant perspectief denk ik. Ik hoor heel duidelijk het belang van zoet water, overduidelijk. En je bedrijf overeind houden, hoor ik ook. Mensen, zijn er vragen uit de zaal voor het verhaal tot nu toe of voor de pitches? En weet even, dat wil ik er even bij zeggen, inhoudelijk gaan we zo meteen over die vier handelingsperspectieven doorpraten. Dus hou die vragen even vast, daar hebben we zo meteen nog een heel uur voor. Maar zijn er vragen nu aan ons of aan de drie mensen die een pitch hebben gegeven? Ik heb wel een vraag aan de die eruit wil. Wacht even, er komt er even een microfoon bij, dan kunnen de mensen thuis het ook volgen. Vraag aan de heer De Ruiter. Iedere keer dat vraagstuk over dat zoet water. Er wordt iedere keer maar een beetje om de hete brei heen gedraaid, lijkt het wel. Want u bent al een aantal jaren geleden, een flink aantal jaren geleden, begonnen. Er zijn er plannen gemaakt. Is op niks uitgekomen. Vervolgens worden er weer plannen gemaakt. Hoe ziet u het nu voor de toekomst dan? Dat er nu misschien wel iets gerealiseerd gaat worden? Nou, ik vind dat een hele goede vraag en dat is ook best wel bij ons een hele lastige afweging. Daarom heb ik ook eigenlijk een beetje in mijn inleiding ook een beetje aangegeven van we zoeken al zoveel jaar en eigenlijk lukt het ons steeds niet om die stap te maken. Het ligt niet altijd aan de overheid, het ligt ook aan onszelf. Weet je wel, de verdeeldheid van de boeren was de laatste keer ook aan de orde. En die verdeeldheid die zal er misschien nog steeds zijn, want niet iedereen heeft dezelfde belangen erin. Het Living Lab is eigenlijk kleinschalig opgestart. Van ja, we kunnen proberen op bedrijfsniveau wat aan te passen.
De externe aanvoer is eigenlijk een puur eilandelijk gebeuren. We kunnen ook meenemen bijvoorbeeld dat strak hevig en regengeval bijvoorbeeld makkelijk afgevoerd kan worden als we met een grote schalige wateraanvoer gaan werken. Ja, hoe schat je de kansen in? Nou, laat ik heel positief blijven. Ik denk in 2050 dat we dat gerealiseerd hebben. Maar het is 30 jaar en als ik terugkijk, en daarom noemde ik ook even die datum van die 1970. Het lijkt eventjes kort bij, maar in al die tijd is er eigenlijk niks veranderd. En gaan we het ons nu wel lukken in die 30 jaar in de 2050? En ik denk dat we het wel gaan lukken. Maar dan moeten we echt de sterke man met veel spierballen die de mouwen opsproken en niet constant blijven praten erover. Oké, heel mooi. Dankjewel. En misschien sterke mannen en vrouwen. En misschien moet het ook nog meer samen doen, wellicht op een bepaalde manier. Andere vraag achterin? Oh, hier voorin nu eerst. Sorry. Ja, ik hoor het zo aan en ik denk dan van, goh, die drie verschillende sprekers en drie verschillende organisaties zouden heel goed kunnen samenwerken natuurlijk. Om ook van elkaar te leren en elkaar te kunnen ondersteunen in hun doelen. Een reactie erop, misschien van Philip? Ja. Ik ben het helemaal met u eens, hè? Dat is ook heel mooi om te zien dat wat wij missen vanuit de kenniscommunity Oost-Schelde is de ondernemers. Nou, enorm mooi pleidooi vanuit de ondernemers. En we missen, we zouden graag de verbinding maken met de agrarische sector. Dus ik denk inderdaad dat het helemaal klopt. En dat we ook over hoe we dingen weten te realiseren, hè, dus de manier waarop we dat ook doen, dat we echt die krachten moeten bundelen. Volgens mij is de slogan ook samen bouwen aan een verbonden delta. Ik denk dat dat de opgave is die we te doen hebben. En mijn ervaring is steeds, als er wil is met mensen, dan is er heel veel te doen. Dus volgens mij kan er vanavond hier wel iets gestart worden. Lijkt me een opening voor een mooi gesprek bij de borrel, dit. Volgens mij was er nog één vraag achterin. En dat wil ik even eigenlijk als laatste vraag pakken, want ik ben er ook voor om een beetje op de tijd te letten. En we moeten zo meteen door in die gesprekken. Dus mijn vraag sluit eigenlijk aan bij de eerste vraagsteller. In de eerste presentatie van de gebiedsagenda hoorde ik eigenlijk een uitwerking van een handelingsperspectief van wellicht is het mogelijk om te verkennen of je zou kunnen gaan leren leven met de veranderende delta. He, ook vanuit landbouw met het zoute water, zoute teelten, ook vanuit visserij. Ik ben benieuwd of in uw laatste pitch die u hield, daar heb ik dat stukje niet echt gehoord. Maar ik wilde u vragen, is de landbouw eventueel bereid om ook op die manier te denken of pilots te starten of samen te kijken of daar mogelijkheden zijn? Of zegt u nee, het gaat ons echt alleen om zoet water. We zijn bezig vanaf 50 jaar geleden of langer naar nu. Dat moet er gewoon doorheen. Of zegt u van nou, we zijn ook bereid om misschien met stukjes waar ook goede voorbeelden zijn in de Wadden, andere delen van Nederland, hè, om te kijken of daar toch een stukje transitie mogelijk zou kunnen zijn. En nou ja, daar zou ik wel heel erg benieuwd naar zijn om daar een gesprek over te hebben. Oké. Heel mooi. Mag ik daar eens eerst iets op zeggen? Want in de gebiedsagenda willen wij eigenlijk benadrukken dat zoet water heel erg belangrijk is. Dus in dat handelingsperspectief vitale polders en kreken geven we juist aan dat zoet water voor de mens, voor de natuur, voor landbouw, voor industrie, voor drinkwater heel belangrijk is. En stellen wij voor dat vast te houden voor de toekomst, alleen wel door te ontwikkelen. Dus zuiniger zijn, slimme technieken gebruiken, andere gewassen telen, slim aanvoernet, infiltratie in de ondergrond. Dus de hele keten aanpakken. Dat wil ik als eerste zeggen. Maar daarna hoor ik graag u toevoegen. Ja, nog heel eventjes op die zilte tilten. Op Schouwduiveland hebben we ook iemand die zeker al tilt. En ook die heeft zoet water nodig. En dat is ook het punt van alle gewassen hebben zoet water nodig. Op wat voor manier je ze ook tilt. Zilte tilt, nou, Schouwen-Duiveland hebben we ook een rand en dat is plantuurluur geweest. Dat was behoorlijk zout, die is eigenlijk al natuur gegeven. En de rest van Schouwen-Duiveland is een redelijk goede grond. Daar kun je echt nog wel wat mee. En dat is eigenlijk waarom zilte tilt nog niet echt is opgepakt. Oké, helder. Dankjewel. Ik wil hiermee het eerste stuk afsluiten.
Dank je wel voor nu. Jullie hebben in het begin allemaal twee kaartjes gekozen, als het goed is. Voor de eerste ronde en de tweede ronde. Mag ik misschien een paar kaartjes zien? Laten even flapperen. Hartstikke mooi. We hebben vier groepen. De kust, sterke en aantrekkelijke kust. Dat is bovenin, dat is achter door de deur, achter in de zaal en naar boven. Als je daar K1 voor hebt. De tweede, dynamische dijkzones, is hier achterin, daar in die hoek. De derde, rijke slikken, schorren en platen en de verbinding, scheepvaart en ecologie, dat is hier. En de vierde, vitaal polder- en krekenlandschap, dat zoetwaterverhaal dus, is in de ruimte hiernaast. Dus kijk even goed wat je als één hebt en zoek je ruimte op. En mag ik dan even vragen dat we dat een beetje ordentelijk doen, wil ik maar zeggen. Dat we hier beginnen, dat deze mensen beginnen te lopen naar hun plek zoeken en daarna volgt de rest. Dus als ik hier in deze hoek mag beginnen om je plek te gaan zoeken, dan veel plezier. We hebben een eerste ronde, die duurt 25 minuten. Daarna wisselen we en kom je in de tweede ronde. Oké? Voor mensen die nog zin hebben, kunnen even koffie pakken als je wil of een glas water. Dan dat ene plaatje.
Ik wil, mag ik iedereen vragen om even plaats te nemen? Dan gaan we even afronden. Ja, wil ik iedereen plaats nemen? Zijn jullie ook zover? Ja, kom maar, we moeten toch afronden. Anders lukt het niet. Dankjewel iedereen. Kan iedereen er even bij komen? Dan ronden we af. Het is ook goed om de tijd te respecteren, denk ik. En we zijn ook weer live, dus er zijn ook nog mensen online aan het kijken. En die denken, waar blijven ze nou? Dus kom even zitten. Waar is mijn fiets? Even kort terugmelden wat er gezegd is. Misschien komt de groep van de kuster zo meteen bij. En mijn groep, rijken, slikken, schorren en platen. Wat heel mooi was eigenlijk, vond ik. Een van de dingen, als ik er één ding uithaal, is dat die gebiedsagenda heel mooi bij zou kunnen dragen aan het realiseren van een stip op de horizon. Waar willen we nou met z'n allen naartoe? En dan daarbij graag meer regie. Samen iets beslissen. Waar gaan we heen? Integraal. En zet alles op alles om dat dan te gaan doen. Het Delta-programma, PRGW, alle verschillende programma's. Zelfde neuzen, de neuzen dezelfde kant op. En go. Want er moet iets gebeuren in de toekomst. Dat vond ik wel een mooie. Matthijs, misschien iets vanuit jouw groep? Ja, mijn groep werd gezegd... die dynamische dijkzone is dé plek voor integrale oplossingen. Building with nature werd genoemd. Nieuwe betekenis, op zoek naar nieuwe betekenis van dijken. Meer dan alleen waterveiligheid. Maar er is ook wel een nieuwe manier van kijken nodig om hoe we dat voor elkaar gaan krijgen. Zo'n padstelling. Er werd ook echt gevraagd om, kan er nou niet
net zoals vroeger, want die was er vroeger, niet een nieuwe apolitieke regisseur komen. Iemand die partijen bij elkaar brengt en de boel weer in beweging brengt. Even heel kort. Ja? Dus ook best wel regie, hoor ik. Ja, regievraag. Men voelt, zal ik maar zeggen, het om elkaar heen draaien van partijen in het gebied. Ja. Oké, okay. Dankjewel. Peter, wil je vanuit jouw groep nog iets zeggen, terugmelden? Wat er opviel, wat er bijzonder was. Oh ja, ik moet hier blijven, ik weet het al, excuus. Ja, bij ons in de groep is enorm gesproken over alle mogelijkheden met zoet water. Het speelt in ieder geval best behoorlijk. Met name de positie van Zoommeer, Volkrak Zoommeer, was daar dan heel belangrijk in. En het zoet houden is één, maar het ook robuust houden en kwalitatief goed houden is dan ook nog iets van wat meegenomen moet worden. Maar men was er wel even bijna allemaal over eens dat het zoet moest blijven. Ja, oké. Dankjewel, Helder. En dat pleidooi is al meer geweest volgens mij. Tekla, die wil jij nog iets vanuit de kust toevoegen? Misschien even hier. Oké. Bij de kust even twee dingen, denk ik. Laat de natuur het werk doen. Maar realiseer je dat dat niet overal kan. En realiseer je dat Nederland voor een groot deel onder het zeeniveau zit. Dus je zult wel iets moeten. En het andere is, combineer dingen. Kijk wat de mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld bij kleine zandmotor, eilanden voor de kust. In hoeverre kunnen die meewerken voor bij veiligheid. Maar in hoeverre kunnen ze een rol spelen bij natuurcompensatie, recreatie. En misschien nog een derde die er ook bij was van, leg je verhaal uit. Er gebeurt veel in de bijvoorbeeld in de Voordelta, maar ook als je aan het werk gaat, vertel je verhaal richting bewoners, maar ook richting recreanten. Oké, mooi. Dus vergeet communicatie daarin niet, hoor ik daarbij. Even misschien een paar laatste woorden van mij. Wat ligt er nou voor ons? Wij maken hier, dat klinkt altijd een beetje saai, wij maken hier een verslag van. Het is wel zo, dat krijgen jullie nog toegestuurd. Dan kun je dingen aanvullen. Wat je zegt, dit klopt niet of dit ontbreekt. Die onjuistheden die daarin zitten. De rode lijn die er in die zes bijeenkomsten uitkomt, die nemen wij mee in de gebiedsagenda. Die wordt daarin verwoord. En ik zeg het even uit mijn hoofd, half oktober zeg maar, is er weer een overleg. Is er een overleg van het gebiedsoverleg van de hele Zuidwestelijke Delta. Dan wordt gekeken of deze agenda wordt goedgekeurd. De minister gaat die aanbieden aan de Tweede Kamer. En de inzet is dat dit verhaal dan de toekomstige leidraad is hoe de investeringsprogramma's in te zetten. Er werd al een paar keer de regievraag gesteld volgens mij. Net werd het ook geopperd van, en dan moet het Delta-programma in dat spoor worden gezet en PGW in dat spoor met z'n allen samen sterker inzetten op echt het voor elkaar krijgen. Dat is wat ik hoor. En zoet water is daar dan een onderdeel bij, als ik dit goed beluister. Dus dat is in ieder geval het proces wat er voor ons ligt. En dan is de volgende grote bijeenkomst is de conferentie van Zuidwestelijke Delta, februari volgend jaar, waarin er een voorstel moet liggen hoe hiermee verder te gaan. Hoe dit verder op te pakken. En dan rest mij jullie te bedanken voor deze fijne avond volgens mij en jullie input. En dan het eerste dus, die krijgen jullie terug in de verslag. En dan is er voor nu, die dat wil, nog een borrel en kunnen we hier nog even over napraten. En misschien als laatste, zijn er nog hartekreten van iemand? Iets wat er nog niet gezegd is en wat je al de hele avond achter op je tong hebt, wat echt nog even gezegd moet worden? Ik heb een vraag. Waarom moet dat 30 jaar overheen dan? Dat is A naar B en dan in een 3 jaar tijd. Dat is een heel goed punt. Ja. Als ik zo de meeste mensen bekijk, die haal dat never. Ja. Voor de kijkers thuis, zeg maar, waarom moet het zo lang duren? Heb ik een tweede vraag. Ja? Van welke club gaat dit uit? Ja. Want dat is mij onbekend.
Oké, twee goede vragen. Even die eerste. Waarom zo lang wachten tot 2050? Het is niet de bedoeling om tot 2050 te wachten. Maar het is de inzet om te kijken van... hey, wat komt er in de toekomst op ons af? Wat zien we nu dat er waarschijnlijk gebeurt in 2050? En hoe kunnen we daar nu de komende 4-8 jaar op anticiperen? Dus het is niet de bedoeling om daar heel lang op te gaan wachten... maar meer verder vooruit te kijken en kijken... wat moeten we dan nu bijsturen? Waar moeten we op anticiperen, zeg maar? Dus de inzet is om daar sneller... en er gebeurt al heel veel in de delta... maar om daar zeker niet lang mee te gaan wachten. En tweede, van wie gaat dit uit? Dit gaat uit van het gebiedsoverleg van de Zuidwestelijke Delta... Daar zitten gewoon de democratisch gekozen mensen, gedeputeerden, wethouders, die zitten daarin en die besluiten hier uiteindelijk over. En dit, het gebiedsoverleg heeft gevraagd, ga het gebied in, ga praten met mensen, wat vinden mensen, wat voor kansen zien ze, waar hebben ze zorgen en zorg dat dat geïntegreerd wordt in deze agenda. Dus u wordt eigenlijk gestuurd uit de provincie? Ja, de 3 provincies, 2 ministeries, waterschappen, gemeenten, die geven deze opdracht. Volgende keer dan zou je dat eigenlijk in het begin even moeten uitleggen. Oké, nou dan hebben we dat onvoldoende gedaan. Dus dat is heel een goeie. Dan nemen we mee. Dat, heel goed. Dat was een hele aanpak. Ik denk van ja, Nou dan ben ik wel blij dat het toch nog opgelost is, zeg maar. Dat punt. Nog één laatste hier. Ja Jeroen, ik heb natuurlijk in die vorige discussies ook meegedaan. En uiteindelijk zijn we toen uitgekomen op die 3 scenario's. Open, dicht en hybride. Die vraag die hebben we eigenlijk niet echt gehad. Ik denk gewoon de volgende keer om daar toch ook eens wat over na te laten denken. Want daar zitten nou net die grote verschillen. Ga je gewoon naar een open delta met enorm veel zout water. Waar je met een enorme hoge waterstanden. Of ga je naar een gesloten waar je juist met dat enorme veel zoete water dan te maken krijgt? Ja, jij zou graag nog een keer zien om daar wat dieper op in te gaan op die verschillende scenario's. Ja, ik denk dat je dan wat meer discussie krijgt van de een ziet het wat meer in die open en de ander ziet het wat meer in die dichte. Ja, oké, prima punt. Ik weet niet, we hebben daar het laatste jaar, is het verschillende keren daarover gegaan in die ateliers. Ja. Je kunt daar inderdaad nog wat dieper in doorgaan. Van, hey, waar leidt het dan toe? En hoe pakt het dan uit? Wat heeft het dan voor voor- en nadelen? Die dingen die poppen wel regelmatig op, dat ben ik helemaal met je eens. Dat regelmatig wordt gezegd, ja, we moeten gewoon de hele delta zoet maken. Dat moeten we doen. En de deltawerken dichtzetten aan de westkant, dat is de beste oplossing. Dus het zou best wel wat voor te zeggen zijn om dat eens serieuzer verder te onderzoeken. Goed punt, of denk ik. Discussiëren, met de juiste kennis. Ja. Ja. Oké, goed punt. Een laatste ding nog? Nee? Nou, dan is de bar is open. En dankjewel.